Jan Felix van Café Uniek. Mag ben je nog groot worden in het café? Nee, in het café niet. En, maar waar moeten mensen dan nu naartoe als ze een sigaretje willen roken? Nee, we hebben in principe twee aparte ruimtes. En afhankelijk van of dat al wat doen ze of niet, gebruiken we die ruimtes als rookruimte. Mm-hmm. En als ze hier ook, dat zijn ruimtes waar u normaal partijen geeft? Ja, dat zijn twee kleine zalen. En als die zalen nou in gebruik zijn? Dan moeten de mensen in principe naar buiten. Maar uit mededogen met mijn cliënten mag er dan een café gerookt worden. Oké. En komt dat vaak voor? Zelfde, misschien één keer per maand, één keer allemaal. Ik weet dat in Zevenaar en in Arnhem ook al gerookt wordt. En kijk, in Duiven, ja, ik ben de enige zeg maar hier in het centrum als, als café. En ik hou me in principe houd me aan. En door de week overdag, in het weekend overdag en 's avonds. Alleen ik wil wel eens op dinsdag, donderdag en woensdagavond. Wil ik naar 10 uur, 11 uur s'avonds wel eens een asbak neerzetten. Want ja, goed, dan zijn er alleen maar bekenden hier. En veel rokers trouwens. En dan, dan wil ik nog wel eens de asbak neerzetten. Guido Staring van afdeling Zevenaar van Horeca Nederland. Zijn jullie in overleg over het rookverbod met de verschillende café-eigenaren in Zevenaar? Wij zijn niet direct in overleg met de verschillende eigenaren, maar als afdeling Zevenaar vallen we onder Horeca Nederland en staan we gewoon achter het beleid van Horeca Nederland. Dus of handhaven of het rookverbod laten vallen. Mm-hmm. En heeft u de indruk dat er cafés last hebben van het ingevoerde rookverbod? Oh, er zijn zeker cafés die daar last van hebben en die dat dus goed zullen merken en misschien daardoor ook wel overwegen of inmiddels al wel de asbakken teruggezet hebben. Mm-hmm. En als het rookverbod echt wordt doorgezet, betekent dat dan voor sommige cafés dat ze moeten stoppen? Ik denk wel dat er een stuk of wat zijn die het heel erg moeilijk zullen krijgen.